Nou, goedemorgen, jullie buurbeheerder van woonbedrijf is weer terug in de wijk in Tongeren. En we gaan eens kijken wat we allemaal tegen gaan komen. En ik hoop ook hele leuke verhalen van jullie allemaal te horen hoe het hier is geweest in de laatste 3 weken. Dus we gaan het zien, kom mee. Het eerste wat mij hier opvalt is de staat van de heg. Of het groen onderhoud is. Het groen is hier zo hard gegroeid. Of het onderhoud is hier gewoon slecht gedaan. Kijk, zoals je ziet gaan de mensen hier nu zelf knippen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hier ook. Zit vol met onkruid. We gaan maar eens even bellen. Ik ben hier nu op de Urkoversweg. Ik heb een melding binnengekregen dat hier een bewoner is die zijn brommer steeds over deze galerij rijdt en dan binnenzet. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Zo te zien heeft hier iemand zijn tuin ook gedaan. En hier de spullen maar neergezet. En de achterpaden mag ook wel eens wat aangedaan worden. En eventjes een kopje thee bij Kees van de speeltuin. Dankjewel Kees. Ja. En proost. Yo, hey. En dit kan natuurlijk ook niet. Hitler, dood, Tongeren, Volkert. En ik word weer gebeld. Nou, hier aan de tafel bij de school heeft hier die heg geplaatst ooit. Maar die mag wel eens geknipt door school. Tafelberg heb ik een melding gekregen dat het slot niet goed werkte. Want achterpoort, nou inderdaad, werkt bijna niet. En hier heb ik een melding binnengekregen dat deze boom helemaal over het gangpad gaat. Nou, sommige mensen maken echt een waar paradijs van hun plaats. Kijk eens. Allemaal groentes. Wat moet nou iemand met 8 zakken potgrond in een flatje? Nou, dit is dan mijn rondje Doornakkers. En we zijn weer een paar leuke dingen tegengekomen. Leuke gesprekken gehad met bewoners. En daar gaat het nog om. Hey, tot de volgende keer. Doei.